Welkom bij een nieuwe piepshow. Uh, best wel snel na nou, de vorige piepshow. Want die was vrijdag al uh, ingelast vanwege. Dat was een extra piepshow. Dat was een extra piepshow. Ja, we hadden dinsdag geen piepshow. Dus dat kan je oh. ook niet een extra piepshow noemen. Nee, het is gewoon een andere piepshow. Het is een andere piepshow. Ja. Uh, met dank aan de documenten die vrij zijn gekomen. Wegens het uh, grote lek. Inmiddels is nog steeds niet helemaal duidelijk wie wat nou verantwoordelijk is voor dat lek. Lekker belangrijk als er maar gelekt wordt. Lekker belangrijk. Lekker, lekker. Belangrijk. Uh, er zijn toch nog weer de wat kleine paaltjes naar voren gekomen. Uh, oh. Uit dat. Uh, ik dacht echt dat we klaar waren met Activision Bless. Het nee, rechtszaak. Maar nou, het blijft maar komen. Het, het blijft maar komen. Het is vooral van wat we ook al eigenlijk al vanaf het begin hebben gezegd: we gaan straks, dat het nu een rechtszaak wordt, we gaan echt heel veel informatie krijgen hoe dat nou werkt in die industrie. En dat vind ik wel verdomd interessant. Hmm. Um, er zit bijvoorbeeld een, uh, een, een verhaal bij, of in ieder geval een. een, een, een ik, weet niet, ik weet eventjes niet of het nou een interview was, of uh, dat, het, uh, dat hij dat tegen de commissie heeft gezegd. Maar dat kwam uit 2020 ook uh, van Phil Spencer. En die heeft het over de, 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 de problemen waar de AAA-publishers mee te maken gaan krijgen. En uh, dat is geen mooi beeld wat hij schetst. Mm -hmm. Maar het laat ook wel zien exact waar we drie jaar na dato echt middenin zit. En dat is namelijk de grote problemen die bedrijven als EA, Activision, Ubisoft. Uh, hoe heet het nou, Square Enix allemaal hebben. Ja. Namelijk, hun hele de business is veranderd en ze hebben er geen antwoord op. En wat zegt hij? Hij zegt: ik realiseer me nu pas, uh, Phil Spencer, uh, toen hij begon met Game Pass en vol enthousiasme ging vertellen aan al die purpers: ah, we gaan een Game Pass subscription model gaan we doen en dan kunnen jullie games dan op. Dat iedereen best wel zoiets dat: oh, wow, 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 dat willen we niet, want uh, ja, uh, dan krijg ik minder geld voor mijn games. Weet dat realiseert zich nu pas. Zegt hij van: ja, ik ben daar wat ongevoelig in geweest want uh, de AAA uh, 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 wereld heeft een enorm probleem wat alleen maar groter gaat worden en ze hebben geen antwoord erop om het goed te maken. Vandaar dat ze heel erg terughoudend zijn. Wat, wat laat hij dan zien? Hij zegt van, nou, van origine had de AAA publisher een soort van ijzersterke troef in handen. Dat was de winkel. Die stenen gebouwen waar ja. je de games in, uh, in, in zette. Wat konden zij namelijk doen? Zij konden afdwingen aan de winkel zelf. Ik wil mijn games vooraan hebben. Ik wil grote branding in mijn store hebben. Uh, ik wil dat bepaalde games ver naar achteren gaan. En elke studio, elke indie studio, ook die ook maar überhaupt een game wilde verkopen moest een publisher hebben want anders kwam zijn game gewoon niet in de winkel ja. terecht. Ehm um... Dat ja, is die tijd is voorbij. Die tijd is inderdaad voorbij. En uh, doordat het naar nou online is gegaan, uh, werd het op een gegeven moment ook best wel. Uh, moesten um, um, uh, uh, moesten een antwoord vinden. En krampachtig als ze waren, dachten ze: oké, okay, fuck, dan moeten we onze eigen stores gaan maken. Dus je kreeg de EA Play, je kreeg de Yubi ja. Store, je, whatever. Dat bleek, dat bleek allemaal niet zo makkelijk te zijn. De gebruiksinterface, de, 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 de gebruiksgemak de was niet goed. Mensen vonden het allemaal kut, want dan moet ik 16 van die dingen op mijn PC hebben. We hebben al games we hebben als team, uh, zet je games nou down, maar dat wilden ze natuurlijk niet, want dan zijn ze een marsje kwijt. Ja, plus dat ze ook nog eens een keer niet in de in, in, in ze hadden geen enkel invloed op waar hun game kwam. Dat bepaalt ja. Steam of Epic, dat bepaalt Xbox. Uiteindelijk zijn ze nu allemaal weer terug aan het gaan en er is er nog Eén voordeel wat ze hebben op alle uh, andere partijen. Want Indies konden opeens hun games overal kwijt. Je kreeg gigantische blockbusters als Fortnite. Daar uh, nou goed, er zijn er nog wel een paar bij van Indie-studio's die via hun eigen platformen allemaal heel groot werden. Ze hadden nog één troef in handen en dat was de triple A million dollar blockbuster. We doen, ja. dat ze het bedrijf hadden dus nog, blijkbaar of ze hadden het geld in kas, of ze hadden nog een soort van statuur waardoor de banken zo hadden van oké, okay, van mij mag je wel een paar honderd miljoen lenen. Uh, die games uh, die konden zij nog maken. En daar kan een indie niet tegenop. Die kan niet naar een bank toe gaan en zeggen: ik wil 100 miljoen dollar van je lenen. Dat is onmogelijk. Ja. Alleen dat model staat nu dus ook onder druk. Ja, alles staat onder druk. Alles staat onder druk. En dat zie je nu aan. Wat, gaat er, wat gebeurt er dus nu? De Ubisoft, de, de, de Squares, die zijn. Alles wat ook maar nieuw is of innovatief, dat flikkeren ze allemaal weg. Ze focussen alleen nog maar op de bestaande franchise en is... melken die helemaal uit. Ja, maar dat is wel een race naar de bodem. Ja. Uh, en wat we dus ook zien gebeuren. Ik bedoel, Ubisoft heeft het meeste van al zijn kantoren gesloten. Er is niet zoveel heel meer. Uh, studio's zullen binnenkort ook gesloten worden. Uh, het geld is op ja. en er komt niet heel veel geld binnen. Uh, of niet genoeg binnen, in ieder geval. Nou, dat Jubis was daar niet eens. Ze zijn allemaal zo. Ze hebben allemaal hetzelfde uh -huh. probleem. En daar, um, uh, ja, dit, dit gaat uh, um, ook nog eens een keertje uh, harder. Omdat wat je ziet gebeuren, is dat er af en toe in die titels en dan in, die, in de ruimste zin van het woord. Ja, ja, ja. Voor mij is Cyberpunk ook een indie titel. Ja. Uh -huh. Die, um, die komen uit, weet je. Een goed voorbeeld recentelijk Baldur's Gate bijvoorbeeld. Ja. Daar komt zo'n game uit. Blijkt een groot succes te zijn. En maait gewoon alle speeltijd weg voor de voeten van bijvoorbeeld Ubisoft. Die met Assassin's Creed aankomen uh -huh. zo meteen. En dat is iets dat gebeurt keer op keer op keer. Het zijn ja. steeds weer die, die titels die niemand aan zag komen. Die gewoon het, um, het he hele speelveld veranderen. Het is natuurlijk ook uh, de wisselwerking hè, van uh, een, een triple A die... Twee, driehonderd miljoen kost om te maken, die moet ook veel verkopen. Vroeger kon dat, want zij konden dat afdwingen. Zij konden gewoon zeggen tegen de mediemarkt... tegen de, de Intertoys en wat de Free Record Shop: Ik wil gewoon de hele, de hele winkel is gewoon SSSQ, bewijs van spreken, ja. weet je wel. Ja. ja, en als je dan binnenkwam, of je oma kwam binnen, of je moeder kwam binnen, die zag alleen die game, die kocht hem dan wel. Dat is allemaal weg. Dus aan de ene kant grote risico qua funding. En aan de andere kant geen zeggenschap meer. Of hun game ook wel vol in de spotlights komt te staan. Die combinatie is dodelijk. En het probleem ja. is ook nog eens een keer: je kunt niet meer terug. Want iedereen verwacht van PlayStation, van Ubisoft, van EA, van Activision. Dat de volgende game die ze maken, uit welke franchise dan ook. Nog vetter, nog groter, nog beter wordt dan het voorgedaan. Dus ze kunnen niet zeggen: oké, okay, we gaan nu een wat kleiner. Dat ja. kan allemaal niet meer. Nee. En um, het, ja, waarom ik dit interessant vind, omdat we toen we de Piepshow een paar jaar geleden begonnen, toen, toen riep jij het ook wel eens, weet je, van van ja, die uitgevers bedoel, het is het einde. Het is het, is, het, is het einde, weet je, het is de race naar het einde. En iedereen zegt, haha, natuurlijk, het valt allemaal wel mee. Je ziet het nu wel gebeuren. Het ja. is niet dat Ubisoft morgen omvalt, maar je ziet de problemen van fucking hell... Um, wat moet ik doen? Ubisoft de laatste tijd, alles wat een, een nieuw is, hebben ze allemaal geschrapt. Al die kleinere games. Maar allemaal zit, het stomme is, dat kost heel veel geld en levert weinig op. Ja. Totdat je een keer een hit hebt en die heb je wel. En dan verandert het hele situatie. Absoluut. En als je dat soort titels wegdondert, uh, dan. ...verspeel je daarmee de kans om ooit nog uit dat, dat, ja. dat, dat, die weg naar de bodem te stappen. Ja. En dat is gewoon heel uh, vervelend. En um, ik snap dat elke financieel directeur zoiets heeft van... ...ja, we gaan niet investeren in projecten die niks opleveren. Mm -hmm. um, maar wat je dus overhoudt zijn steeds weer de nieuwezelfde shit met hogere targets erop geplakt om het maar waar te maken. En het kan gewoon niet meer. Nee. Mensen zitten er niet op te wachten. Dus het, het werkt niet. Uh, uh, ze, gaan, ze moeten kosten besparen. Het wordt kleiner en kleiner en kleiner. Tot het op een gegeven moment helemaal weg ja. is in de marge. En daarnaast, wat je daarnaast... Dat, is heel, dat vind ik juist weer heel positief eraan. En dat is ook waar... Kijk, ik weet niet of je ooit wel eens gehoord hebt van de... Uh, uh, van de term creative destruction. Mm -hmm. Maar in principe heb je een, uh, in, uh, heb je, heb je een bepaalde marktcycli. Yeah. En dan uh, op een gegeven moment uh, gaat alles heel erg goed. Weet je, en dan is er heel veel geld. En dan op een moment, Nou, dan komt dat op zijn eind. Dan is iedereen, is de markt is verzadigd yeah. en dan krimpt de markt weer. En de bedrijven die dan wegvallen, dat zijn de zombiebedrijven, Dat zijn bedrijven die eigenlijk geen bestaansrechten he, mm -hmm. hebben, maar nog bestonden bij de gratie van die cycle, dat punt in die cyclus waar je zit. Yeah. Nou, nu zitten we ook op zo'n cyclus, we zitten ook. In een, in een economische crisis zit er aan te komen op dit ogenblik. Maar je ziet ook dat in die hele games-industrie-cyclus we nu naar beneden gaan. En die, um, uh, ja, we gaan nu de correctie zien. We gaan de correctie zien op eigenlijk die hele dikke, vette corona-jaren. Waarin het allemaal niet op kon en alles werd groter en groter. Ja. En dat is nu klaar. En nu gaan we correctie zien. En we gaan echt meerdere grote triple uitgevers zien omvallen. Dat gaat gewoon gebeuren. Ja. Of ze worden opgeslokt door Tencent uh -huh. of Microsoft. Of ze de stekker gaat gewoon uit. Dat zijn nee. de opties die er zijn. En wat ik er positief van vind, want daar maakt ook, weer ruimte voor. Onnieuwe. Het maakt ruimte voor nieuwe creativiteit. Ja. En dat zie je ook gebeuren. Weet je, in de, uh, indie sector, in de indie scene. Daar gebeurt ontzettend veel. Nou ja, er komt zoveel uit. Wat dit wat het, wat het, wat het laat zien is dat hè, in de tijd van de stenen winkel. Uh, een bedrijf als uh, uh, Larian Studios van Baldur's Gate. Mm -hmm. Die kon niet. Ze hebben het nu redelijk allemaal zelf gedaan. Tuurlijk, ze hebben een PR-bureau ingehuurd, een wereldwijd PR-bureau. En, en ook ongetwijfeld hebben ze wel dealtjes met dozenschuivers. Weet je wel, dat zijn gewoon bedrijven. Plajan doet dat bijvoorbeeld. Die doet dan gewoon de distributie van, van de schrijfjes naar de winkels toe. Maar een publisher hebben ze volgens mij niet. Weet je wel. En dat kon in die tijd niet. Want je, je kwam gewoon die winkels niet in. Want, nou, je, nu heb je het niet meer nodig. Nu heb je het niet meer nodig. Nou. En... Waar dus op een gegeven moment. Uh, uh... Maar, maar je moet je voorstellen. Wat de gevolgen daarvan hey, zijn Voor dus, je omzet. Ja, precies. Maar dus dat als, betekent... als, als, als zij een miljoen games verkopen. En ik denk dat ze er veel meer dan dat ja. verkopen, Maar stel dat zij een miljoen games verkopen. En een game kost. Weet ik van. PC-game kost 50 euro zeg maar. Wat. Mm -hmm. uh, dan gaat 20 euro vanaf voor. Voor Steam of een ander platform waarop die verkocht wordt. Nou, dat betekent dat je. En dan gaat er nog het BTW uh, vanaf. Nou, laat je de helft kwijt zijn. Dan hebben ze 25 euro. Houden ze over per game. Mm -hmm. Als je een miljoen games verkoopt. Dat betekent dat je 25 miljoen binnenhaalt. Ja. Dat is voor een bedrijf zoals hun waarschijnlijk uh, uh, gewoon nee. heel erg goed. En ze hebben er al meerdere miljoenen verkocht. Maar, maar en ze doen, er, ze doen er acht jaar over. Maar dat, dat dat kan allemaal. Dus dat is van ze hebben nu zelf het geld en met dat geld gaan ze dan vervolgens weer uh, zelf de game maken. Ze hebben het ook. Ze doen veel met crowdfunding om iets op te starten. Het kan nu weer. En dat betekent dat een Ubisoft met hun 25 miljoen verschillende studios en een enorme overhead die kan dat niet, want nee. elke maand gaat er zoveel geld uit aan lonen, huren, weet ik allemaal wat. Daar zit een probleem. Dus eerst moest alles naar publishers toe, want. Je kon die game niet zelf verkopen. Nu kan je die game wel zelf verkopen. En zie je dus dat die grote bedrijven een probleem hebben. En het enige wat ze kunnen doen is het naar voren rennen. Nog duurdere, nog grotere games maken. Maar ik denk dat mensen er niet eens op zitten te wachten. Ja. Mensen zijn wel op zoek naar nieuwe ervaringen. Dat gebeurt ja. wel. En ik, weet je, ik heb zelf ook heel erg behoefte dat... Uh, weet je, ik, ik zit nu Cyberpunk te spelen. En ik wil dat al de NPC's bij wijze van spreken... door uh, uh, die Large Language Models yeah. AI... Uh, uh, Engines bestuurd worden. Ja. En dat soort in dat je daar intelligente confrontaties mee kunt hebben. Dat lijkt me leuk. Maar om heel eerlijk te zijn, weet je. Het hoeft niet beter, mooier nee. en dikker en langer en groter te Nee, maar een, een meer budget wil niet een betere game automatisch betekenen. Dat ook nog niet. Dus uh, het, het is een gevaarlijk. En de, het bruggetje hiernaartoe is uh, dat er ook een interview van Jim Ryan. Uh, dat zat dus blijkbaar ook in dat, uh, dat hele. Uh, een interview? Of een... Uh, ja, een interview met okay. Jim Ryan in daar met een website. En volgens mij zat het achter een paywall of zo in ieder geval. Waardoor het niet bij iedereen zichtbaar was. Ook uit 2020. Uh, dat is nu ook dan vrij. En uh, daar zie je ook een beetje in. Um, ja, die, 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 Hij zit nog in die tijd en het probleem waar PlayStation dus een klein beetje mee speelt. Uh, hij zegt een aantal dingen. Bijvoorbeeld, uh, hij zegt van uh, PlayStation Plus is more meaningful dan Game Pass. Want wij hebben de 50 miljoen en hij heeft de 25 miljoen. Wat betekent meaningful? Dan? Ja, mi, ja hij, hij relateert gewoon naar cijfers, ja, 50 miljoen 25. Dus wij zijn belangrijker. Ik bedoel, daaronder onderkent hij gewoon het, het geval van de Day One release. Um, ja, en zo zegt hij nog een paar dingen. Ik moet even naar mijn eigen tekstje terugkijken. Uh, hij, zegt, hij zegt bijvoorbeeld, uh, ik heb alle purposes gesproken. Ze willen allemaal geen day one games op Game Pass. Dat klopt in 2020. Uh, logisch dat mensen dat niet wilden. Inmiddels is het drie jaar verder. Het is aan het veranderen. Ja, omdat, omdat, ze, omdat Microsoft 250 miljoen betaalt. Ook, voor ook nog eens een issues. keer. Plus, uh, games gaan ook naar zeg maar een meer free to play achtig. Hè? Dus dat het niet meer draait om de de, de, de 25 euro of 30 euro voor een game, maar vooral de microtransactions erin je inspelt. Dus je hebt baat bij zoveel mens, mogelijk mensen die het speelden. Ik bedoel, wat was er gebeurd als Starfield niet op de game pass had gestaan? Hadden er dan al zoveel mensen het gespeeld? Je weet het niet. Dus het nee. is, uh, en hij zegt bijvoorbeeld, ja, Bungie uh, Activision kost 69 miljard, uh, maar Bungie is veel meer, is veel belangrijker, kan veel meer doen dan uh, Activision Blizzard voor uh, hun. Uh, ik denk nah, dat hij daar dan het. weer, uh, uh, dan kijkt hij even puur naar Call of Duty. Nou, dat, dat, dat vraag ik al af, uh, plus hij, hij rekent King niet mee hè? en dat is wat mensen heel veel doen. Uh, King met 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 hoe is het nou um, Candy Crush en zo, dat is zo groot Daar komt zo volgens mij meer dan een miljard dollar omzet per jaar alleen al van die ja. fucking game. Dus um, en wat ik dan leuk vind is gaan we gewoon doorspoelen naar 2023 en uh, vorig jaar. Um, hebben ze, ze zetten zichzelf al targets. Hè, van, oké, okay, we gaan dit jaar zoveel PlayStation 5 verkopen. Ze hebben gezegd, wij gaan 25 miljoen PlayStation 5 units uh, verkopen uh, in het fiscale jaar 2023. Dat is afgelopen eind maart. 25 miljoen. Hier staat to sell, Sommigen hebben het dan weer overshipped. Maar in ieder geval 25 miljoen gaan we er afzetten dit jaar. Dat waren de targets. Dat was super ambitieus. Uh, hij geloofde daarin. Um, en ik roep dit wel vaker en dan krijg ik van... Wat lul je nou? Het is hartstikke succesvol. Tuurlijk, de Playstation 5, PlayStation 5 verkoopt, maar... Als je een target zet en die target is 50 miljoen en die haalt hij op dit moment dus niet. Uh, dat is nu wel duidelijk. Hij gaat die 25 miljoen niet halen. Uh, wat er gebeurt is dat bijvoorbeeld nu in Amerika, als je een PlayStation 5 koopt, krijg je er een game naar keuze bij. En dat zijn echt die de, de grote jongens. Uh, die 499, dus al een tijd lang, is die 100 euro in waarde gedaald. Ze zijn als een gek aan het pushen om die 25 miljoen te halen. Maar is het niet ook zo dat mensen zitten te wachten op de reissue van de PlayStation 5? Dat zou kunnen. Want, uh, net als jij, net als ik, ik bedoel, uh, dat ding uh, is zo lelijk. Je hoeft hem niet. Nee, en er zijn geen games, dus. Uh, waarom exact, zou Exact. Dan dat niet laatste dienken? is ook een probleem. Ja. Uh, de mensen die hem al gekocht hebben, hebben het gedaan op basis van games die zijn uitgekomen. En nu, ja, nieuwe mensen, die wachten dus op iets vets en ja dat is alleen maar een spiderman het komend jaar en daar moet je ook dan maar van houden ja. dus er is een issue en dan waarom is dit een probleem de het probleem zit hem niet in de gamers of de playstation 5 vindt het zit hem in die aandeelhouders die aandeelhouders die zeggen van jij hebt gezegd 25 miljoen ga je halen mm. je hebt het niet gehaald Ga niet goed met playstation weet je Want dan gaan je aandelen weer omlaag dat is de angst die zij hebben um, en het ziet laat ook een beetje zien dat we Toegaan naar een markt waar die console niet meer heilig is. Ja. waar gaan die mensen dan naartoe? Um, en dit is wel een probleem wat hij heeft. Hij heeft ook een heel mooi verhaal van: uh, We gaan, gaan volop third party. Nee, we moeten van de third parties af, want we moeten echt die first party. Daar moeten we op gaan draaien. Dan denk ik bij mezelf: Ik snap dat je dat roept, maar als je kijkt de cijfers van de laatste jaren, dat 15 tot 20 procent van je omzet uit first party komt. Dude, ga ja. er maar aan staan. Ja. Ga er maar aan staan om dat te halen. Dat is het dilemma. En natuurlijk straalt hij zelfvertrouwen uit en roept die dingen. Maar er is echt wel een probleem. Ja. Nee, een is uitdaging, wel... laten we het zo noemen. Nee, maar de, 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 er is ook een probleem. En het, het, wat ik er interessant aan vind, en dat <kacht> is echt wel echt opvallend. Microsoft heeft een ontzettende trap tegen die industriegevers. Ze hebben ja. het echt gedisrupt. ja. Disrupt, ja. En uh, het probleem is, ze hebben niet helemaal een antwoord op de disruptie die ze zelf hebben uh, aangericht. <laughs> nee. Want als je het disrupt, dan kom je met een beter businessmodel. Maar het probleem met Game Pass is dat het businessmodel is onbetaalbaar. Ja. Dus om al die om Game Pass echt de moeite waard te laten zijn, moeten ze er drie vier keer meer aan uitgeven dan wat ze nu doen. En dat hebben we ook vorige week behandeld. Ja. Al die cijfers die voorbij kwamen. Dat je gewoon ziet wat voor bedragen zij kwijt zijn om een, om een Day One release te hebben. Nou ja, en zonder die Day One release. Het spijt me. Maar Game Pass is gewoon niet. 100%. Het is gewoon geen 18 of 16, of weet ik veel, 15 euro de maand waard. En, als ze niet die shit hebben. En, daar, en, en dat geldt ook voor de Netflixen en voor de Spotify. Daarom is die critical mass is zo belangrijk. Op een moment als het de, de voor, tenminste, de ook hier hebben ze een forecast gedaan dat ik ik, ik dacht dat het 2028 was, of 2030 dan 100 miljoen, hmm. dat je, 100 miljoen gameplay's gebruiken. Als, als ze die kant op gaan, dan komt er een kant op dat een IE en een Ubisoft zegt: Oké, okay, wacht even. Ik bedoel, 100 miljoen mensen die potentieel mijn nieuwe S6 vol met micro kunnen spelen. Oké. Okay. Ja. Ik zet hem op day one, weet je wel. Geef mij in plaats van die 250, geef mij er ook nog 15 miljoen bij. Dan, dan ben ik je. Dat daar moeten ze naartoe. Als ze dat niet halen, ja, maar als maar de... dat lukt dus niet. Nee, Wa oké. Okay, want precies, want, want is... je loopt op day one namelijk zo gigantisch veel geld mis. Ja. Want iedereen die in, in Starfield exact hetzelfde. Kijk, ik snap dat iedereen Game Pass afsluit voor Starfield. Maar uh, hoe verhoudt dat zich tussen uh, de 20 miljoen mensen die gewoon Starfield voor uh, 60 euro hadden gekocht? Ja. En dat is gewoon het vervelende aan dit uh, aan dit businessmodel. Is dat, is dat kantelpunt. Op een gegeven moment maakt dat dus niet meer uit. Dan, dan zijn er zoveel leden dat ze het daarmee kunnen betalen. Maar dat, dat, dat hebben ze dus nog niet. Ze zitten ja. rond de 30. Ja, dat is niet... Een, 30 miljoen is niet voor een EA of voor een Ubisoft of voor een Square... Of iets waarop ze zeggen, oké, okay, dan mogen al mijn games daar op. Omdat zij nog zelf dan maar ook te veel verliezen. Maar het gaat ook verliezen. niet heel veel groter worden. Misschien wordt het nou, okay. 35 miljoen als ja, je nog een hele grote Daar brand. zit dus het probleem. Want ja. als dit ook wegvalt... Ja, dan, dan zijn we een klein beetje, dan wordt het een beetje een wild-west verhaal. Ja, want wat is er in de tussentijd gebeurd? De, de prijsperceptie van videogames is veranderd. Ja, en dat ja, komt aan de, ja, de ja. ene kant bijvoorbeeld een, een game als Warzone die je rustig een jaar kan spelen. Ja. Die, is, die is gratis, tussen tekens. Dat je in-game natuurlijk allerlei dingen uit kunt geven. Dat tot daar en toe. Maar de prijsperceptie van die game is gratis. Mm -hmm. En dat is bij steeds meer games aan de hand. Weet je, uh, ik heb toevallig uh, uh, van het weekend heb uh, X-Flight 12 <laughs> gekocht. Ik hou van Flight Simulator games. In die game super goed. Um, ik zag dat X Flight, uh, volgens mij is dat tien of misschien ook wel 11, de voorgaande. In ieder geval, die is gewoon gratis. Okay. Dat is gewoon gratis op Steam. Ja. Weet je dat ik denk van ja. Ik bedoel, gratis echt heel goedkoop. Dat is vrij goedkoop, en, ja. en dat je gaat op een gegeven moment. Zie je gewoon dat iedereen zo wanhopig is om uh, voor, voor aandacht. Dat je gewoon ja, die prijs dat, dat brokkelt af. Ja. En ik denk dat dat aan de ene kant heel gezond is. Omdat je daarmee ook. Um, dat is ook hoe die correctie eruit ziet. Weet je dat je op een gegeven moment. Gewoon merkt van je kunt niet full price game uh, geld vragen. Voor een game die dat niet waard is. Mm -hmm. um, maar toch denk ik. Ja, weet je, de, de Microsoft heeft een, uh, de, de, de geest uit de fles gelaten. en die gaat er gewoon niet meer in. Nee, die gaat, die gaat er zeker niet meer in. Um, bruggetje naar Tim Sweeney, de baas van Epic. Um, dit was een staatje ook. Dit is even wat leuker opgemaakt hoor. Maar dit is ook een staatje uh, wat voortkwam uit die, uh, die gelekte documenten. Namelijk de, de ja, wie zijn nou uh, de mensen met uh, revenue? Dat is omzet. Wat zijn de bedrijven met de grootste omzet? Nou, weet je wel, tencent, verreweg het grootste met 33 miljard. Uh, omzet. En hij zegt dus eigenlijk... als ik dit zie... disgusting, weet je wel. Ik, ik krijg er een vieze smaak... van Google en uh, Apple. Twee bedrijven die zelf geen games maken. Die uh, groter zijn... dan bijvoorbeeld een Microsoft, een Nintendo... Uh, Activision, EA, die wel games maken. Um... Ja, ja, eigenlijk heeft hij daar ook wel gelijk in. Eigenlijk bizar uh, dat Apple zoveel geld uit die industrie weet te, te, te klauwen. Zonder zelf überhaupt games. Maar dit zijn, weer, dit zijn de mediamarkten van nu, wat dat betreft. Wat vroeger die winkels waren, dat zijn nu eigenlijk de doorgeefluiken. Dat is bijvoorbeeld een Apple. Ja. Dat is een Google. En hij, uh, hij vindt het ook. Maar daarom is het raar, want ik bedoel, had, je, had hij dat vroeger gezet, uh, gezegd over. Uh... Hoe heette die? games Gameshop of zo, weet je? Of Game ja. Store, weet ik, dat, dat soort shit. Weet je, je gaat toch ook niet bij de fame lopen zeiken dat ze <laughs> geen games maken, weet je? Ik bedoel, dit is gewoon... Ik, ik vind het het, het, het gaat hem natuurlijk om uh, de, het percentage. Dus het percentage, de afspraken die ze met winkels maakte waren waarschijnlijk gewoon wat beter dan uh, ja, de revenue... of de marge die, die bijvoorbeeld Apple, die zijn daar berucht Maar op. hij wil daartussen. tussen. Want ja, hij natuurlijk zijn ja. de, 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 de dus eigen Epic Store. Hij wil daar ja. gewoon tussen. Hij vindt dat hij ook zo groot als Google moet zijn. Ja. Um, maar ja, hij komt daar niet tussen. En dan heb ik gewoon zoiets van... als je dat wil, ga hardware maken. Weet ja. je. Maak een betere telefoon dan een iPhone. Maak een betere telefoon dan een Android. Dan komt het goed. Um, ook een teken dat de industrie toch echt, uh, ja, zit er gewoon een beetje in, in, in lastige tijden, is de Embracer Group. De Zweden, uh, die, um, die hebben we hier al vaker behandeld. En in, um, ja, ik denk een jaar, anderhalf jaar geleden dat ze een beetje naar voren kwamen. Uh, toen waren we er eigenlijk wel positief over. Van hé, hey, tof man. Uh, een partij die gewoon al die studio's opkoopt. Die niet meer naar bij een AAA terechtkomen. Mm. Dat zijn ook oude titels, weet je. We hadden het over de legacy of Kane. Weet je, games die best wel resoneren bij hardcore gamers. Die gaan ze dan weer nieuw geld in stoppen. Ja. En tof en tof. Uh, die hebben heel veel geïnvesteerd. Heel veel geld. Heel veel studio's gekocht. Echt tientallen studio's hebben ze. En de laatste tijd, nou, Boris heeft het al vaak uitgelegd. Geld was een tijdje gratis, geld is niet meer gratis. En in één keer zie je dus: oké, okay, het geld is niet meer gratis, we kunnen het niet meer lenen. Dus nu moet het opbrengen. Nu moet er geld binnenkomen. Dat komt niet binnen, de kosten zijn te hoog. En nu zie je van: Volition Studios gesloten. Uh, Crystal Dynamics, dat is de studio van Tom Raider, hebben ze mensen ontslagen. Uh, ze hebben Gearbox in de verkoop gezet. Bizar. Ja, dat, dat is bizar. Die hebben ze nog maar net. Die hebben ze nog maar net. Uh, Take-Two wow. uh, zit er over Dat, te dat vind ik echt bizar. Want Borderlands ja. is nou met uitstek een, uh, een, een game die geld verdient. Maar ik denk ja. dat Borderlands is van 2K natuurlijk. En Gearbox maakte het, maar. maar Denk je dat dat zo is? Waarschijnlijk uh, wel. Dat, dat denk ik wel. Daarom is ook ja. iedereen zegt nu: van nee, toekeken, gaan jullie niet kopen en daar willen ze eigenlijk nog niks over zeggen. Dat is ook logisch. Dat heeft ook wel met aandelen te maken. Hmm. Uh, Gearbox heeft ook aangegeven dat ze gaan nadenken om het zelf, dus, dus zelf te kopen. Dat ja. ze zelfstandig gaan. Ze zijn, ja. Kijk, ik, ik bedoel, uh, we, we kennen mensen die daar werken uh, bij het hoofdkantoor in Engeland. Ze zijn. Enorm snel opeens gegroeid, een nieuw hoofdkantoor. In, volgens mij in Londen mensen personeel aannemen, en dan in één keer: hoppakee, trekken ze daar blijkbaar dus ook weer de stekker uit. Nou ja, is dat kantoor gesloten? Nou, nee, het is niet gesloten, maar ik bedoel, ja, het geld kon Embracer was eigenaar, dus als er bij wijze van spreken verlies werd geleden, dan werd dat aangezuiverd. Ja, nu willen ze dat ja. dus blijkbaar niet meer. En deze vond ik toen echt van, toen ik dat las, dacht ik van holy shit. Uh, en Brazier heeft dus, uh, en dat, dat zegt hij ook, die baas, uh, die heet uh, Lars Wingenfors. Die zegt dus, zegt dus we, we spenderen op dit moment meer geld aan het kopen van licensee fees, platform fees, dan we stoppen in het developpen van games. Ja. Dat is interessant, ja. maar dat betekent gaat wel over dat. zijn games heel populair zijn. Er wordt er heel veel gespeeld. Nou ja, precies. En dat. Uh, 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 ja, ze kunnen dat dus uh, ook aflezen aan, aan, aan dit staartje: dat het gaat om 6 miljard. Uh, ja, oh, ze ze hebben 538 ja. miljoen, hebben ze op game development uh, uh, ge 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 ja, gespendeerd. En dat ze dus veel meer hebben gespendeerd aan licencie fees. Ja, dat is niet echt een bedrijfstechnisch in een hele gezonde manier van werken. Ja, maar weet je dat ik het, als je het over disruptie hebt, vind ik dat heel interessant. En ik vind het ook ja, interessant. Hier um, staat dat allemaal. Ja, okay, het hier, weg. ja oh. hij komt zo alweer terug hoor. Hier zie je dus namelijk, uh, inderdaad, standardized 30% royalty fee. Playstation, Xbox, Nintendo, Steam en de Epic Store. Ja, 30% uh, is echt heel veel. Het is, het is fix, ja. Maar dat betekent ook, ja, weet je wat het raar is? Dan, dan zou je dus geneigd zijn om je eigen platform te beginnen. En dat is nou ja. precies wat niet meer werkt. Nee. Weet je? dat? Uh, ja, dat. Is... En, en winkels waar. Ik weet niet of winkels ook 30% waren. Nee, op een gegeven moment natuurlijk niet meer. Maar, maar, nee, dat, uh, maar niemand gaat meer naar een van... winkel toe. Dus no. daar kan je het ook niet meer kwijt. Ja. Um, hier zie je gewoon weer dat dilemma. En hier zie je dus ook dat Embracer... Dat, dat, dat had alle baat bij uh, gratis geld. He, dan konden ja. ze lenen. Het kostte toch allemaal geen ene reet. Uh, dan is het ook handig dat zo'n bedrijf ook wat gaat opbrengen. De broek gaat ophouden. Nou, dat lukt dus niet. En dan moet je in één keer opeens alles weer gaan lopen afstoten. Ja. En dat is zo demotiverend voor studio's. Uh, van oké, okay, Blue Gearbox heeft al best wel een up-and-down verhaal de laatste tijd. Nu zijn ze eigenlijk weer hier. Maar ook weer niet. Moeten ze daar weer weg? Ja. Het is verschrikkelijk. Um, ja. Vervelend, uh, ook dit gaan we in de gaten houden. Uh, tot slot: en dit vind ik ook wel weer leuk. Um, althans, leuk. Um, dit gaat over Amazon, uh, maar ook voor HBO, Netflix. Uh, dat houden we natuurlijk ook een beetje in de gaten, om, uh, omdat dat, wie weet, ook wel ooit misschien te maken kan hebben met uh, de Xbox Game Pass en dat soort dingen. Uh, er moet geld verdiend worden. Uh, het gebeurt niet meer genoeg met subscriptions, want mensen gaan uh, een beetje een knipperlicht relatie houden. Hè? Dan weer een maandje HBO, dan weer een maandje dit. Dus uh, steeds meer bedrijven en ook Amazon gaat het nu. En Amazon, uh, nee, Apple TV, dat vond ik, of Apple vond ik de laatste tijd wel echt heel goed qua uh, shows die ze hebben. Maar Amazon wil nu ook weer commercial breaks gaan inlasten. In prime video. En dan zijn we toch weer een beetje terug bij televisie kijken. Ja, maar eerlijk gezegd, als Netflix dat gaat doen, is mijn subscription gelijk opgezegd. Nee, nee, aan Dat ze ook een soort gratis dingen gaan doen. En dan, ja, wie weet, kan ik er maar leven. Bij YouTube, inmiddels, ik gebruik dat YouTube wenst. En dan had je niet, had je commercials. Nou, dat werkt niet meer. Dus nu moet ik YouTube, word ik geterroriseerd door die. Kutreclames. Maar echt. En het uh, en wordt er ook echt per maand meer. Na, nou, nou, Twitch, maar Twitch is ja. pand echt ook. Dat is gewoon niet grappig meer. Nee. Maar dat, um, ja, weet je, ik, ik denk van uh, het is een, misschien is het dan een noodzakelijk kwaad. Maar ik ga niet betalen voor een platform wat me, wat me terroriseert met, nee, uh, met deze shit. Ik ook niet. En ja. Dus, en... uh, yeah. Dit past gewoon bij jouw verhaal. Van, uh, uh, je ziet altijd zo'n subscription model: uh, eerst investeren, investeren zoveel mogelijk leden. En op een gegeven moment zegt zo'n baas ook: Oké, okay, nu wil ik ook wel dat er gewoon wat geld terug gaat komen. En dan blijkt het gewoon niet zijn broek op te kunnen houden. Ja, en dan moet je dus allerlei rare dingen gaan verzinnen. Ja. Je mag niet meer met drie mensen tegelijk binnen, nou, binnen een gezin, mag dan wel. Maar als je moeder ergens anders woont, dan mag het weer niet. Ja. En dan komen er nu weer breaks in. Uh, dit, ja, dit, het, het laat ook maar weer zien uh, vernieuwing, hoe fucking moeilijk dat is. En het heeft ook alles te maken met uh, de consument die ook niet bereid is om overal voor te betalen. Dus ja, het is een zoektocht die ook in de gamesindustrie op dit moment aan de hand is. Er gaan heel veel slachtoffers vallen. Uh, er zullen partijen ja. weer gaan winnen uiteindelijk. Wie dat gaat zijn, ik zou het niet weten. Dat, is, uh, dat gaan we gewoon namelijk lekker bijhouden bij ja. de piepshow de komende maanden, jaren, Yay. Mm -hmm.